De PAHO en WHO hebben medische apparatuur geschonken aan het ministerie van Volksgezondheid in het kader van de reactie op de COVID-19-pandemie. Deze apparaten en benodigdheden zullen het ministerie van Volksgezondheid veel beter in staat stellen de bevolking van Suriname kritieke gezondheidszorg te bieden. De geschonken goederen zullen op transparante wijze worden verdeeld onder de ziekenhuizen naar gelang van hun specifieke behoeften. Het telecommunicatiebedrijf Suriname, Telesur, ondersteunt de SDGs van de VN. Het milieu is voor Telesur een zeer belangrijk onderdeel van het beleid. In dat kader heeft het bedrijf besloten het gebruik van papier te verminderen. Er wordt nu gewerkt aan een Telesur-app. Daarop zullen klanten binnenkort al hun informatie kunnen bekijken en zullen zij digitale kwitanties ontvangen. De ambassadeur van de Coöperatieve Republiek Guyana, Vijanan Depo, heeft maandag een kennismakingsbezoek gebracht aan de minister van Economische Zaken, Reshma Kuldeep Singh. Bij de dialoog is er gesproken over het versterken van de banden tussen Guyana en Suriname. De ambassadeur heeft aangegeven dat het ministerie van EZ een van de belangrijkste ministeries is voor doing business. De bewindsvrouw heeft aangegeven dat Guyana aan het groeien is en dat Suriname veel van haar buurland kan leren.